Nou, volgens mij is het tijd. Dus laten we rustiger aan beginnen. En Sophie, dan aan jou het woord. Misschien nog goed te zeggen dat ik de chat modereer. Dus als mensen vragen hebben of problemen hebben, zal ik daar proberen op te antwoorden en vragen door te geven aan de sprekers. Ja, goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie mij allemaal goed kunnen horen. Welkom bij de tweede sessie van de Groene Paper. Als je doorklikt. Ja. De Groene Paper is het duurzaamheidsevenement voor het onderwijs van de toekomst. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. En vanuit welke interesse of achtergrond dan ook, heel goed dat jullie je in hebben geschreven voor deze sessie. Op de volgende slide is het team van de Groene Paper te zien. Natuurlijk hadden we dit jaar het liefst een evenement in het echt georganiseerd, maar dit team heeft de afgelopen maanden enorm hard gewerkt om mooie sessies neer te zetten op een veilige manier in deze online omgeving. Dus dat is heel erg fijn. Voor we beginnen graag twee mededelingen. Zoals inderdaad op deze slide te zien. We moeten even vermelden dat deze sessie wordt opgenomen en later ook online terug te vinden zal zijn. En daarnaast, als je vragen hebt of opmerkingen, is dat heel leuk. En stel ze vooral in de chat. Zoals Nikki net al zei, zal zij de chat in de gaten houden. Dan wil ik jullie bij deze officieel welkom heten bij deze sessie over de Echte Vleesprijs. Ik ben Sophie Bakker van Studenten voor Morgen en samen met Jeroen van de TAP-coalitie en Lilou van Green Dish. We zullen onszelf zo meteen nog wat uitgebreider voorstellen. Maar spreken we vandaag over dit onderwerp. Ja, Lilou zal eerst wat vertellen over de eiwittransitie. En daarna zal Jeroen ingaan op het nut en noodzaak van een echte of een eerlijkere vleesprijs. En daarna zal ik als student en vanuit Studenten voor Morgen de koppeling maken met het onderwijs en het studentenperspectief. Misschien goed om te vertellen, we gaan zo 3 keer gebruik maken van een poll. En deze poll gaat via Mentimeter, jullie zullen er misschien bekend mee zijn. Tegen die tijd zullen op de slides een QR-code te zien zijn, die kan je scannen met de telefoon. En ook zal ik een link sturen in de chat als dat niet lukt, met een code. En dan kunnen we online peilen hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Als het niet lukt, geef het dan even aan. Maar dat wilde ik alvast even zeggen. Laat de poll ook steeds even openstaan, want we komen er dus een paar keer op terug. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Lilou. Dankjewel, Sophie. Ik ben Lilou van Lieshout. Ik ben projectmanager voedingsonderzoek bij Green Dish. En Green Dish zet zich in voor een gezonde en duurzame voedselomgeving. Dus echt vooral bij restaurants, cateraars en horecagelegenheden. Mijn rol daarin is vooral het leiden van diverse onderzoeken om te zorgen dat de wetenschap in de praktijk goed wordt toegepast, maar ook dat we de praktijk terugbrengen in de wetenschap. Zodat niet alle theorie op de plank eindigt, maar dat er ook ja, praktisch iets mee gedaan wordt. Ik wil inderdaad beginnen met een poll. Ik krijg een vraag of iemand mag annoteren. Moet ik dat accepteren of niet, Nikki? Volgens mij niet, hè? Nee. Nee, ik weet niet wat dat is, maar nee. Dat zit hier recht voor mijn scherm. Ik ga vertellen over de eiwittransitie. En ik zal het relatief kort houden, omdat deze sessie natuurlijk in het totaal maar 3 kwartier duurt. Maar ik vind het ontzettend leuk als jullie nog vragen hebben om die met jullie door te spreken. Dus we willen gaan beginnen met een poll. En jullie kunnen rechts in de hoek de QR-code scannen. En Sophie die zet wat dingen in de chat, zodat jullie daar ook naar de Mentimeter kunnen. En de vragen zeggen, nou eigenlijk, wat vinden jullie? Ben je het eens, neutraal of oneens met de volgende stellingen? Er moeten minder dierlijke producten worden aangeboden in de horeca supermarkt, is de eerste die ik nu in beeld zie staan. En dan druk je op submit. Als mensen vragen hebben over hoe ze de poll moeten gebruiken, kan dat ook in de chat worden gesteld. Maar je kan inderdaad naar menti.com en naar de code invoeren, of via de link, of via de QR-code. Dus er zijn 3 manieren om erbij terecht te komen.
Ik heb de eerste vraag al ingevuld. Ik weet niet, Sophie, kun jij zien hoeveel dat er al hebben ingevuld? Ja, de volgende stelling is in beeld. Er moet worden ingezet op minder dierlijke en meer plantaardige consumptie. Ja, zullen we deze anders gewoon 10 seconden geven en dan naar de volgende? Ja, ik heb meegevuld. De volgende stelling: voedselinnovaties zoals kweekvlees en vleesvervangers moet worden gestimuleerd. De volgende stelling: er moeten meer plantaardige producten worden aangeboden in de horeca en of supermarkt. En dan, de promotie van dierlijke producten moet beperkt worden. Dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie hebben gezegd en hoe dat staat in relatie tot de rest van Nederland. Ja, daar kan ik wat over zeggen. Ik heb het een beetje bijgehouden. Over het algemeen was het overgrote deel van jullie het steeds eens met de stellingen. Vooral bij kweekvlees waren er een paar niet helemaal mee eens. 4 niet en 5 neutraal. Maar steeds eigenlijk grote meerderheid was het eens met deze stellingen. Oké, dus dat komt eigenlijk vrij overeen met wat Nederland al heeft genoemd. Zie je ook dat meer plantaardige producten aanbieden in de horeca en supermarkt het grootste is en promotie het kleinste? Ja, ongeveer wel. Nou, het komt een beetje overeen eigenlijk. Bij promotie van dierlijke producten heeft eigenlijk maar een aantal neutraal en een aantal oneens, maar het grootste deel eigenlijk ook wel eens. Dus we hebben best wel eensgezind publiek vandaag. Ja, nou, op zich ook niet zo gek, hè? Mensen die naar deze sessie komen, die zijn waarschijnlijk bovengemiddeld geïnteresseerd in het onderwerp. Nou, heel leuk om te zien. Ik ga even kort in op de eiwittransitie. Nou, wat is eigenlijk de urgentie voor eiwittransitie of om überhaupt met duurzaam voedsel aan de gang te gaan? Misschien weten sommigen van jullie het wel, maar er is een projectie gedaan waarin voorspeld wordt dat in 2050 onze wereldpopulatie rond de 10 miljard mensen wordt. En op dit moment kunnen wij die populatie niet voeden op de manier zoals wij op dit moment ons voedsel produceren. Dus als wij op deze manier zo doorgaan, dan komen we gewoon enorm in de problemen tegen 2050. En wellicht weten jullie allemaal dat om een voedselsysteem duurzamer of anders in te richten, dat daar gewoon enorm veel tijd voor nodig is. Dus we moeten nu beginnen om ervoor te zorgen dat we in 2050 voldoende en op de juiste manier voedsel produceren om de hele wereldbevolking te voeden. En daarnaast zien we dat 800 miljoen mensen op deze wereld eigenlijk juist een tekort hebben aan voedsel. Dus die hebben chronische honger, lijden zij. Terwijl aan de andere kant zijn er meer dan 2 miljard mensen op de wereld die lijden aan overgewicht of obesitas. Dit is dus een sterk contrast extra aanleiding geeft voor ons om met dit thema aan de gang te gaan. Nou, wat is het missie van Green Dish? Dat is om mondiaal bij te dragen aan het vergroten van het welzijn van mens, dier en planeet.
En dat doen we door samen met voedselaanbieders gezonde en duurzame voeding voor iedereen overal beschikbaar te maken. Dus basically om de gezonde en duurzame keuze ook de makkelijke keuze te maken. Nou, waar denken wij dan bijvoorbeeld aan bij een gezonde en duurzame maaltijd? Hoe kun je dat combineren? Denk dan aan een eiwittransitie, dus minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten. Daar kom ik zo natuurlijk weer op terug. Vegetarisch of veganistisch, seizoensgroenten en fruit, volkoren producten en minder zout, suiker, vet. En eigenlijk kun je de grootste impact maken met eiwittransitie. Er zijn verschillende soorten eiwitten. We hebben natuurlijk vlees, zuivel, vis, dus de dierlijke eiwitten zoals we dat noemen. Maar we hebben ook de plantaardige eiwitten zoals noten, zaden, tofu, tempeh, seitan, zeewier en peulvruchten. En uit al die producten kun je eigenlijk je eiwit halen. Vlees is in principe gewoon gezond. Er zitten heel veel eiwitten in, zoals ik al benoemde. Maar er zitten ook vitamine in en mineralen die heel erg belangrijk zijn voor je. Dus het is niet per se zo dat vlees de boosdoener van alles is en dat je dat niet meer mag eten. Maar we zien vooral dat er veel te veel vlees gegeten wordt. Dus nou, de aanbeveling is dat er maximaal 500 gram vlees per persoon wordt gegeten in een week. Maar we zien dat er gemiddeld 98 gram per persoon per dag gegeten wordt. En zodra we uit eten gaan, dus juist in die voedselomgeving terechtkomen in de horeca, dat er al gauw 200, 250 gram vlees wordt geserveerd in een maaltijd. En dan zit je dus eigenlijk al op de helft van je aanbevolen hoeveelheid vlees voor een hele week. Nou, te veel vlees is niet zo goed voor de gezondheid. En met name rood en bewerkt vlees kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals diabetes type 2 en beroerte en is ook gerelateerd aan darmkanker. Dat wil niet zeggen dat als je rood en bewerkt vlees eet, dat je per definitie die klachten krijgt, maar het risico daarop is wel wat groter. Gezondere alternatieven zijn vis, gevogelte en plantaardige eiwitten. Ook als je kijkt naar duurzaamheid is eiwittransitie een goede stap. Het gebruik van eigenlijk de veehouderij zorgt voor grootschalige ontbossing. Je hebt er waarschijnlijk wel van gehoord in het Amazonegebied. Dat er Amazonewoud wordt gekapt om ruimte te maken voor de veehouderij. En daar in de Amazone vooral voor het maken van de voedsel voor de veehouderij. En er is dus winst te behalen door bijvoorbeeld landbouwgrond niet te gebruiken voor mais dat voor vee bedoeld is. Maar voor mais dat wij zelf kunnen eten of voor andere gewassen die wij zelf direct plantaardig kunnen eten. Het gevolg is een verhoging van de CO2 en ook juist een daling van de biodiversiteit. Omdat er oudere bossen worden gekapt. Ook is de veehouderij verbruikt heel veel water, namelijk een kwart van het wereldwijde watergebruik gaat naar de productie van dierlijke producten. En ik heb even een voorbeeldje dat voor één rundvleeshamburger van 180 gram, dat je al bijna 3000 liter water nodig hebt. En dat is even te vergelijken dat je meer dan 6000 keer je dopper vult. En als je dat vergelijkt met een vegetarische hamburger gemaakt van soja, dan is die uitstoot 82% minder aan CO2 in de hele productieketen. Nou, ook gaat de veehouderij gepaard met flink wat vervuiling. Een van de grootste vervuilers van de rivieren en de kustwateren. En denk dan vooral aan methaan en fosfor wat in de bodem en in de lucht verschijnt. Nu klinkt dit als een heel... dramatische voorbeelden, maar het is eigenlijk vooral om even aan te geven wat nou eigenlijk de urgentie is. Waarom zouden we minder vlees moeten gaan eten en zouden we die eiwittransitie in gang moeten zetten? Nou, ik heb hier ook weer even heel concreet een voorbeeldje staan, een figuur, waarin je dus ziet dat eigenlijk alle dierlijke producten, vooral rundvlees, lamsvlees en bewerkte vleesproducten, gewoon relatief heel hoge CO2-uitstoot heeft. Dus dit is de gemiddelde uitstoot van CO2 in de hele productie van 100 gram van het bepaalde product. Dus je ziet hier heel duidelijk eigenlijk drie groepen. Je ziet bovenaan het minste uitstoot by far door bonen, peulvruchten, noten en tofu en vleesvervangers. Ei is wel een dierlijk product, maar komt qua CO2-uitstoot eigenlijk redelijk in dezelfde categorie. Dan heb je een soort middenmoot met kip, varken, vis en kazen. Maar eigenlijk wat je ziet, wat voor veel mensen wel een verrassing is, is dat kaas eigenlijk alsnog
voor meer CO2-uitstoot zorgt per 100 gram dan bijvoorbeeld kip en varken. En dat komt natuurlijk omdat die koeien nog steeds hetzelfde voedsel eten. Ja, de koeien die, die de melk produceren. Ik heb een praktijkvoorbeeld wat wij hebben doorgerekend samen met Stichting Natuur en Milieu. En dat is het huidige menu wat we nu zien in restaurants. Bestaat voornamelijk uit gerechten met rood vlees, dus juist dat rundvlees, dat lamsvlees. En uit witvleesgerechten, dus dat is 43%. En een stukje vis en vegetarisch. En waar we eigenlijk naartoe zouden willen is 30% witvleesgerechten, 15% roodvlees, 15% vis en 40% vegetarische gerechten. En als je dit combineert met 30% meer groente en 20% minder vlees, dan kunnen we 51% CO2 besparen per gerecht dat we serveren en dus in de hele horeca. En nou ja, als je naar dit menu kijkt, dan is er zeker nog ruimte voor eigenlijk alle type gerechten. Maar dan kunnen we dus toch al de helft aan CO2 besparen. Dat was mij in het kort over de eiwittransitie. Mogen we nu al vragen of wachten we even op het eind? Dat is het handigste, hè? Ja, ik denk dat we gewoon door kunnen gaan. Maar als ik een prangende vraag zie in de chat, dan zal ik die wel noemen. Ja, super. Ja. Dan neem ik het stokje over. Mijn naam is Jeroen Remmers, directeur en oprichter van de TAP-coalitie. Dat staat voor True Animal Protein Prize, dus de echte prijs van dierlijke eiwitten. Want nou ja, die is er nu nog niet. We kennen nu wel de kiloknaller, maar we betalen nog niet de echte prijs. Inclusief alle milieukosten en ja, dierenwelzijns en kosten en gezondheidskosten. Volgende sheet graag. Ja, ook hier nog even een polletje. Wie is het er eens dat er een verbod zou moeten komen op kiloknallervlees? Ik zal dus zelf in dezelfde Mentimeter, als het goed is, nu de stelling te zien. Yes, ik zie reacties al binnenstromen. Ja. Oh, ik zie iemand die hier oneens mee is. Voor de rest eigenlijk allemaal eens. Oké. Okay. Heel klein percentage neutraal. Ja. Oké. Okay. Nou ja, in heel Nederland is dit ook getest met een consumentenenquête. Dat was de New Food Kieswijzer. En daaruit bleek dat 3/4 van Nederland het hier eigenlijk wel mee eens is. Alleen ja, de politiek en de politieke partijen die het zouden kunnen invoeren, die hebben daar dan toch meestal geen trek in. En de tweede stelling is een vleestaks een goed idee? Maar ja, goed, als, zonder verdere toelichting. Wie is het daarmee eens of niet mee eens? Ik zie hier ook veel mensen toch wel eens, maar een iets groter gedeelte nu ook neutraal of oneens. Mm-hmm. Ja. Ja. Zie je dat in de chat dat er een vraag is over wat bedoelen we met de vleestaks? Dus daar zullen we denk ik nog op zien. Ja, maar iedereen die hier een mening over heeft, of je nou eens of oneens bent, mag je dat altijd delen in de chat. Dan kunnen we daar ook op terugkomen. Ja. Ja. Toch hier ook weer het grootste deel eens, maar ook wel een gedeelte neutraal. En oneens. Ja. Dus, deze vraag is ook aan Nederlanders gesteld, althans via enquêtes. En daaruit blijkt dat net iets meer dan de helft het ermee eens is. Maar als je dan ook nog zegt van wil je ook dat de heffingsopbrengst van die heffing op vlees gebruikt wordt om groente en fruit goedkoper te maken via btw-verlaging en boeren te helpen in de verduurzaming en lage inkomens te compenseren. Als je dat vraagt, dan zijn er nog meer mensen voor. Dus dat is ook wel een beetje logisch. Maar in ieder geval leuk. Kijk, hier zie je ook nog even wat Nederland vindt van andere stellingen. Oké, volgende sheet. Ja, we hebben in 2019 inderdaad ook via het AD laten onderzoeken hoe de lezers erover denken. En daaruit bleek dat het voorstel van TAP-coalitie, dus dat is ook echt dat je de heffingsopbrengst dus gebruikt voor die dingen die ik net noemde,
Daar is dan dus 63% het wel mee eens onder die voorwaarde dat het geld dan ook goed wordt gebruikt. Iets over de TAP-coalitie. Wie staan daarachter? Er zijn een heleboel partners van ons, dus ook Studenten voor Morgen en Green Design partners, maar ook heel veel andere maatschappelijke organisaties, zoals Varkens in Nood, Milieudefensie, maar ook de gezondheidsorganisaties en een hoop bedrijven. Beyond Meat bijvoorbeeld en Korn, die staan nou niet op dit plaatje, maar die zijn ook lid en Kipster. En ook een aantal boerenorganisaties. Dus die vinden allemaal dat die vleesprijs nu te laag is en dat die best wat omhoog kan. En dat we daarmee ook de vleesproductie zelf kunnen verduurzamen als je boeren ook helpt met extra subsidies op verduurzaming en beter dierenwelzijn. Ja. Nou, we hebben ook allemaal wetenschappers gevraagd of zij ons voorstel steunen. Ze hebben een artikel in het vakblad ESB ondertekend, dus dat ze dit ook zien zitten. En dat heeft wel erg geholpen om ook bij de politiek en bij ministeries voet tussen de deur te krijgen. Dus die vonden dit ook een goed idee en die hebben een voorstel gemaakt wat een jaar geleden ook naar de Tweede Kamer is gestuurd, wat helemaal is doorgerekend op alle effecten, wat eigenlijk helemaal is gebaseerd op ons voorstel. Dus het ministerie van Landbouw is eigenlijk best wel heel positief over dit voorstel en probeert het zeg maar binnen de politieke ruimte die er is te steunen en verder te onderzoeken en een voorstel te maken wat de komende regering zou kunnen invoeren. Ja, volgende sheet. Ja, dit is even het artikel in het Economenvakblad. Hoe zit het nou eigenlijk met die eerlijke prijzen en de prijs van vlees? Kijk, in het algemeen is al onderzocht dat als je alle kosten die samenhangen met voedsel wil betalen, zeg maar, dat eigenlijk voedsel bijna twee keer zo duur zou moeten worden. Zeker ook als je de gezondheidskosten mee moet nemen. Nou ja, die obesity, de overgewicht, daar zitten echt hele hoge zorgkosten aan vast. En dat hangt toch ook samen met hoe we eten. Maar ook de milieukosten, die zijn echt ontzettend hoog van vlees. En als je alleen al de milieukosten meeneemt van vlees, dan heeft CE Delft onderzocht. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld broeikasgassen, maar ook naar landgebruik, biodiversiteit en stikstof en fijnstof, dat dan dus varkensvlees ongeveer 40% duurder zou moeten worden, rundvlees 53% duurder en kip 26%. Nou ja, en toen ik dat zag, toen dit rapportje uitkwam, toen dacht ik, nou, als we dit nou gewoon gaan vertalen naar een voorstel voor een heffing, dus een verbruiksbelasting die gerelateerd is aan die milieukosten, dus dat je voor kip een ander heffingstarief krijgt dan voor varkensvlees en rundvlees, Dan wil ik dat wel eens eventjes gaan onderzoeken of daar echt steun voor komt. Dus ik heb 2 jaar geleden mijn baan opgezegd en ben helemaal vol hiervoor gegaan en heb partners gevonden om die TAP-coalitie op te richten. En ik ben heel blij dat er steeds meer steun is en dat het nu echt een voorstel is wat heel serieus wordt overwogen in de politiek. Volgende sheet. Ja, hier zie je het nog eventjes hoe het ook eruit ziet voor die drie vleessoorten. Dit is een voorbeeld van een supermarkt in Duitsland. Dat is wel in Berlijn één supermarkt die dat als voorbeeld heeft gedaan. Daar hebben ze ook dit soort sommetjes gemaakt met iets andere getalletjes dan CE Delft. Maar daar zie je echt in de winkel bij de schappen echt bij een aantal voedselproducten zoals vlees en zuivel. Wat de normale verkoopprijs is, maar wat eigenlijk de true cost prijs zou moeten zijn. En dan is ook kaas al een stuk duurder dan vanwege al die extra kosten zoals broeikasgassen en stikstof. Maar ja, waarom is dat niet alleen in Nederland eigenlijk nodig, die eerlijke echte prijs, maar ook wereldwijd? Nou ja, omdat de vleesconsumptie en ook de zuivelconsumptie enorm toeneemt elk jaar maar weer. En dat zijn natuurlijk vooral de landen zoals China en Azië, en waar ze steeds wat rijker worden en ook net als wij meer vlees willen eten. Maar goed, daardoor komt er dus wel steeds meer broeikasgasemissies vrij. En je ziet in het rechterplaatje dat als die trend zich zo doorzet,
Dan neemt het aandeel van broeikasgassen wat ontstaat door de consumptie van vlees en zuivel, dat is nu ongeveer 14%, maar dat zou in 2050 wel eens 81% kunnen zijn. Omdat alle andere emissies van broeikasgassen afnemen doordat we minder fossiele energie gebruiken. En dat is dus eigenlijk een onhoudbare situatie, want ja, dan blijft er helemaal geen emissieruimte over voor andere sectoren die toch nog wat uitstoten. Dus we moeten met de vleesconsumptie omlaag. En dus als je dat wil, dan heb je dus echt beleidsinstrumenten nodig die dat echt voor gaan zorgen. En alleen een beetje voorlichting en projectjes hier en daar, dat werkt niet. Dus moet je echt een heffing doen. Nou ja, een andere reden naast milieu is dat het ook niet gezond is. Lilou, die noemde het net al. Dus vanwege de schijf van vijf zouden we eigenlijk al zo'n 40% minder vlees moeten eten dan nu. Dat is het officiële overheidsbeleid. Maar als je kijkt naar wat wetenschappers zeggen, als je naast gezondheid ook naar milieu kijkt, de milieugebruiksruimte in de wereld, dan zou je eigenlijk 2,5 keer minder vlees moeten eten dan wat nu de standaard is gemiddeld in Nederland. 16 kilo per jaar per persoon. Nou ja, je kan dit ook vertalen naar een overshoot day voor vlees. Dat wil zeggen van de hoeveelheid vlees die je in dit geval is dat, even kijken, Nederland staat hier genoemd op 23 september. Dat is gebaseerd op de schijf van 5 richtlijnen. Dus als je in Nederland gemiddeld, zeg maar, alle vlees die je eigenlijk die we nu eten, die grens is eigenlijk op 23 september al overschreden. Dus eigenlijk zou Nederland daarna geen vlees meer mogen eten als we ons zouden houden aan die schijf van 5. Dit is meer in detail ons voorstel. Dus dat de supermarktprijzen staan bovenaan genoemd per 100 gram vlees. Dus bijvoorbeeld 70 eurocent per 100 gram. Nou ja, dat wordt dan een stukje duurder, 20 cent in dit geval. En dat is een prijsverhoging van uiteindelijk ongeveer 29% als je die milieu prijs echt zou invoeren via een heffing. En gemiddeld zou vlees dan 41% duurder worden. Maar het gevolg daarvan is overigens wel dat volgens CE Delft de vleesconsumptie in Nederland dan echt met de helft zou afnemen. Dus dat is echt heel aanzienlijk. Wat willen we dan doen met de opbrengst van die heffing? Dat levert dus jaarlijks ruim 1 miljard euro op. Nou, dat kunnen we voor de helft ongeveer aan de landbouw teruggeven voor verduurzaming en dierenwelzijn. Maar ook teruggeven aan de consument in de vorm van een btw-verlaging op groente en fruit en vleesvervangers. Maar we kunnen ook de lage inkomens compenseren, zodat niemand kan zeggen, ja, vlees is straks alleen nog maar voor de rijke mensen. Dus op deze manier heeft de meerderheid van Nederland er echt voordeel bij. Als we dit invoeren, alleen de mensen die echt ontzettend veel vlees willen blijven eten, ja, die zullen dan netto iets meer moeten betalen. Volgende sheet. De impact is echt enorm. Volgens CE Delft leidt dit tot ruim 4 megaton CO2 emissiereductie. En dat is eigenlijk meer dan alle gebouwen in Nederland, alle stroom en elektriciteit klimaatneutraal maken. Dus dat is een enorme hoeveelheid CO2 winst. En je kan ook nog met vanuit die heffingsopbrengst kan je nog meer CO2 winst boeken doordat je die subsidies vooral geeft aan maatregelen die goed zijn voor een lagere klimaatimpact. Bijvoorbeeld de methaanreductie of opkopen van dierrechten of carbon farming, dat je de CO2 in de grond opslaat. Het staat ook in het klimaatakkoord genoemd dat we minder vlees moeten eten, met heel omslachtige bewoordingen en met weinig echte maatregelen, maar het staat er wel in. Schijf van 5 is al genoemd en er komt dus ook veel geld vrij voor verbetering van dierenwelzijn. Jaarlijks heb je ook veel minder slachtingen nodig, natuurlijk als we de helft minder vlees zouden eten. En je houdt heel veel ruimte over, deels in Nederland, maar vooral ook in Zuid-Amerika, waar het veevoer vandaan komt, grotendeels voor al het vlees wat we eten. Dus daarmee kan je ook weer een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
of ander ruimtebeslag, omdat er steeds meer mensen komen, die hebben ook voedsel nodig. Dus ja, we hebben ook veel meer ruimte nodig voor voedselproductie in plaats van veevoerproductie. Volgende sheet. Nou, dat was het alweer. Ja, super bedankt Jeroen en Lilou ook. Ik zal nu het stokje overnemen en dit iets meer betrekken op het onderwijs. Ik ben Sophie Bakker. Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie bij de bachelor Global Sustainability Science in Utrecht. En momenteel ben ik ook secretaris en vicevoorzitter bij Studenten voor Morgen. En Studenten voor Morgen zet zich in voor de integratie van duurzaamheid binnen het hoger onderwijs. Een organisatie gerund door studenten en we opereren landelijk. Ook als een netwerk en daarnaast hebben we verschillende projecten waar we onze missie willen bereiken. Dus duurzaamheid op in het onderwijs, onderzoek en ook de bedrijfsvoering integreren bij hoger onderwijsinstellingen. En zo zijn we eigenlijk ook hier terecht gekomen bij het onderwerp kantines. Volgende slide. Want ik wil dan even met de deur in huis vallen. Nu we dit zo allemaal hebben gehoord, wil ik jullie deze stelling voorleggen. Er moet zo snel mogelijk een echte vleesprijs geïmplementeerd worden in de kantines van hoger onderwijsinstellingen. Gaan we even kijken wat jullie daarvan vinden. De vraag staat nog niet in beeld. Nee. Oh, nu wel? Ja, nu wel. Excuus. Oké, wacht even tot de... alles binnen druppelt. Oké, nou interessant om te zien. Ik zie dat tot nu toe 82% van jullie het hiermee eens is. 14% is, heeft neutraal ingevuld en 4% is oneens. Zijn natuurlijk heel erg interessant naar jullie meningen. Dus mocht dit hier helemaal mee oneens zijn, dan laat het dan vooral weten in de chat. Maar in de tussentijd zal ik proberen te beargumenteren waarom Student voor Morgen het hier wel mee eens is. Want de relevantie van voor het onderwijs is eigenlijk in meerdere punten uiteen te zetten, vinden wij. Allereerst vinden wij dat onderwijsinstellingen een maatschappelijke voorbeeldfunctie hebben en ook het goede voorbeeld dus moeten nemen als het gaat om duurzaamheid. Zowel voor de maatschappij, maar ook voor hun studenten. Helemaal nu we zien dat duurzaamheid eigenlijk een steeds grotere rol krijgt in het onderzoek en ook in het onderwijs van onderwijsinstellingen, vinden we ook dat het een plek moet krijgen in de bedrijfsvoering. Ik las laatst Practice What You Teach en dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Daarnaast is natuurlijk, zoals sommigen van jullie al weten, een thema van de Groene Paper dit jaar, de Groene Reset. Wij vinden eigenlijk dat de coronacrisis aangegrepen moet worden om het eens helemaal over een andere boeg te gooien. En we denken dat dit juist een uitstekend moment is. Ook al is het lastig zo na corona en hebben de kantines of de food outlets bij de instellingen een tijdje zijn die gesloten geweest. We vinden juist dat deze crisis aantoont wat het gevaar is van de huidige manier waarop we met dieren omgaan en het belang van duurzame consumptie. Dus laten we deze crisis zeker gebruiken voor een groene reset. Daarnaast horen wij ook dat van onze lidorganisaties die wij hierover spreken, dat ze volledig achter een echte vleesprijs in de kantine zouden staan. Wij vertegenwoordigen meer dan 40 lidorganisaties die op hun beurt weer heel veel studenten verspreid over heel Nederland vertegenwoordigen. Dus we denken dat er zeker draagvlak te vinden is onder studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast zien we dat er ook steun is vanuit het ministerie van NMB en de provincie Noord-Holland. Want voor een pilotplan met een echte vleesprijs in kantines, daar zullen we zo nog even op ingaan, hebben we van beide partijen subsidie gekregen. Ja, en daarnaast denken we ook dat de implementatie van een eerlijke of een echte vleesprijs eigenlijk op verschillende manieren kansen kan bieden voor onderwijsinstellingen. Zo denken we dat er bijvoorbeeld bij de implementatie mogelijkheden liggen om dit ook in onderwijsactiviteiten te integreren. Er kunnen bijvoorbeeld studenten
betrokken worden bij de implementatie? Of kunnen ze aan het laten meedenken? Of er kunnen misschien scripties aan worden gekoppeld? En daarnaast zijn dat natuurlijk ook de resultaten die voortkomen na, aan de hand van de monitoring na implementatie, kunnen dan weer gedeeld worden en gebruikt worden als inspiratie voor andere instellingen. Om ook hen te inspireren om het goede voorbeeld te volgen. En als laatst komt minder vlees eten natuurlijk ook gewoon ten goede aan de gezondheid van zowel studenten als medewerkers. Zoals Jeroen en Lido al hebben toegelicht. Dan gaan we naar de volgende slide. Wat wel leuk is, is om een aantal good practices in hoger onderwijs toe te lichten. Als je nog één keer klikt, Lido, dan gaat wel er eentje uitgelicht worden. Dus ik wil graag beginnen bij de TU Delft. Misschien hebben jullie het onlangs wel voorbij zien komen in de media, maar TU Delft wordt eigenlijk, geloof ik, de faculteit bouwkunde gaat als eerste universiteitskantine in Nederland een volledig vegetarisch aanbod aanbieden. Nou ja, dat zouden we het liefst natuurlijk overal zo willen zien, maar zover zijn we nog niet. Dus Lido, als je nog een keer klikt, dan zien we een heel goed voorbeeld van hoe Hogeschool Avans in Den Bosch al een hele goede strategie heeft om met beprijzing de vleesconsumptie naar beneden te brengen. Zo is dit een screenshot uit het jaarverslag van 2019. En is te lezen dat er naast het feit dat er meer groente en minder vlees en vis wordt, dus meer groente en minder vlees en vis wordt aangeboden, ze een pricingstrategie toepassen. Medewerkers en studenten worden gestimuleerd om voor duurzame alternatieven te kiezen. En dit doen zij door broodjes met vlees in prijs te verhogen en de vegetarische broodjes en snacks in prijs te verlagen. En daarnaast wordt ook duurzame voeding op verschillende manieren gepromoot. Zo doen ze mee aan de Eet Geen Dierendag en de Vegetarische Restaurantweek en dat soort dingen. En het jaarverslag meldt ook dat er in 2019 een reductie was van de vleesconsumptie met 10%. Dus dat is hartstikke mooi. En dan als laatste vind ik het leuk om uit te lichten dat de Erasmus Universiteit een foodlab heeft opgericht. En ook al gebruiken ze hier nog geen pricingstrategieën, het is wel een heel mooi voorbeeld om te laten zien hoe er samengewerkt wordt met studenten en medewerkers om hen te inspireren om gedragsverandering teweeg te brengen en heel erg wordt gefocust op plantaardig eten. En er wordt veel onderzoek gedaan naar manieren om de CO2-uitstoot van eetgelegenheden op de faculteit te verlagen. Dus dat vond ik ook wel leuk om nog uit te lichten. Nou, al deze voorbeelden ken ik via de Sustainable, dat is de jaarlijkse duurzaamheidsranking van de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. En die wordt vanuit Student voor Morgen sinds 2012 georganiseerd. En dit jaar ben ik daar verantwoordelijk voor. En één onderdeel waar dus naar wordt gekeken is de kantines, eigenlijk duurzaamheid in de kantines. En dit jaar hebben deze drie instellingen daar hoog op gescoord. De gele ranglijst van de Sustainable van dit jaar, dus editie 2021, wordt vrijdagmiddag tijdens de awardshow van de Groene Paper bekendgemaakt, live vanuit Tilburg. Dus mocht je hier geïnteresseerd zijn, kan je daar nog voor aanmelden. En mocht je meer van dit soort best practices interessant vinden, dan kun je inschrijven voor de speciale Sustainable Best Practice sessie. Die is donderdagavond. Dan hebben wij het echte vleesprijs in de kantine project. En daar zal Lilou nog wat over vertellen. Dat is dus een samenwerking van de TAP, Politie, Studenten voor Morgen en Green Dish. Ja, dankjewel Sophie. Ik ga dat heel kort houden gezien de tijd en misschien is er nog wel een prangende vraag. Even kijken, ja. Het doel van het onderzoek, het is dus een pilot om te kijken hoe dat we een eerlijke vleesprijs kunnen introduceren. En de vraag is dus eigenlijk, wat is het effect van de invoering van een eerlijke prijs voor dierlijke ingrediënten in een restaurantsetting? En we kijken dan naar de effecten op het aankoopgedrag en de waardering van de consumenten, dus in dit geval studenten. En om te kijken of dat er dan inderdaad een verschuiving plaatsvindt van dierlijke producten naar plantaardige producten. En de impact van verschillende communicatiestrategieën hierop. Want ik kan me voorstellen dat hoe je erover communiceert een impact heeft op je resultaten.
Nou, hoe ziet het eruit? We gaan een impactbijeenkomst of een kick-off bijeenkomst doen per locatie. We doen metingen naar consumentengedrag, consumentenwaardering en de verkoopcijfers. Dan gaan we de interventie uitvoeren. En die interventie is dus de eerlijke vleesprijs. Soms in combinatie met een verlaging van de prijzen op plantaardige producten. Met 9%, wat symbolisch is voor eigenlijk een belastingvrije... dat er geen belasting wordt geheffen op de plantaardige producten. In combinatie met een communicatiestrategie. Bijvoorbeeld om aan te geven wat er met de meerprijs wordt gedaan. Of meer uitleg te geven waarom een eerlijke prijs voor dierlijke ingrediënten relevant is. En vervolgens doen we weer een meting aan het einde van deze interventie. Om te kijken hoe dat de gast nu is gaan eten. Wat hun waardering is ten opzichte van de onder andere de prijzen en het hele assortiment. En dan in januari is de planning om de impact te laten zien en daarover te communiceren, zodat er ook andere organisaties mee aan de slag kunnen. Natuurlijk is de tijdlijn nog in overleg met de deelnemers. De deelnemers zijn nog niet rond, dus ben jij of ken jij kennisinstelling in de provincie Noord-Holland die mee zou willen doen, dan laat het vooral weten aan Nikki en Sophie. Ja, super bedankt Lilou. Ik denk inderdaad dat het mooi zou zijn als hier nu mensen zitten die hier heel erg enthousiast van worden dat jullie contact met ons opnemen. Verder wil ik jullie heel erg bedanken en natuurlijk vragen of er nog vragen of opmerkingen zijn. Voor een van ons. Ja, als er vragen zijn, zou iemand even een handje kunnen opsteken, denk ik. Want jullie kunnen niet zelf het geluid of het mute opheffen. Dat moet ik dan doen als host. Dus als er vragen zijn, kan iemand misschien even zwaaien. Ofwel, ik zie dat iemand een beetje mist. Een overzicht mist hoe de echte vleesprijs tot stand komt. Misschien kan Jeroen daar iets meer over zeggen. Jazeker. We hebben CE Delft, de onderzoeksorganisatie, gevraagd dat te gaan berekenen hoe dat dan tot stand komt. Dus ze hebben bijvoorbeeld voor broeikasgassen gekeken van hoeveel broeikasgassen komt er per kilogram vlees vrij, bijvoorbeeld rundvlees, dus dat is daar dus meer dan bij kip. En dat hebben ze dan vermenigvuldigd met een getal voor de milieuschadekosten. Dus je kent misschien al wel het emissiehandelssysteem, dan geldt er geloof ik nu een prijs van ongeveer €50 per vermeden ton CO2. Nou ja, dat is de schadeprijs van broeikasgassen, nu blijkbaar althans in dat systeem. En zij hebben gerekend met €90 per vermeden ton CO2. Dus als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan komt er een bedrag, een aantal centen per 100 gram vlees uit. En daarnaast is ook gekeken naar de schade van stikstof en fijnstof. Dat zijn natuurlijk ook stoffen die nu ook in de media nogal centraal staan en ook schadelijk zijn voor de natuur of voor de gezondheid. Nou ja, daar zitten ook hoge kosten aan die elders gemaakt worden. Als je dat dus terugrekent per 100 gram of per kilo vlees, dan zit er een behoorlijk getal aan. Dat is zelfs nog groter dan die broeikasgasschade. En daarnaast is ook nog de schade van biodiversiteitsverlies berekend en landgebruik. Dus wat er in de Amazone misgaat. Nou ja, goed. Je kan met die berekeningen natuurlijk verschillende aannames maken. En zoals ik al zei, in Duitsland hebben ze dat net iets anders gedaan dan hier in Nederland. Maar gemiddeld komt het wel ongeveer op hetzelfde neer. Dat vlees echt wel 50 tot 100% duurder zal moeten worden. Als je alle kosten meetelt. Ja, ik zie dat Mo een vraag heeft. Ik stuur nu een verzoek om het tempo op te heffen. Dus dat kan je, als het goed is, kan je nu... Ja. Ja, stel je vraag. Ja, ik vond het wel interessant dat die supermarkt in Duitsland die true pricing aangeeft. En ik vraag me ook af wat het effect daarvan is. En ja, ik zit dan ook meteen te bedenken of dat voor de universiteit ook interessant is om dat te doen. Maar ja, ik ben vooral heel erg benieuwd van wat is de uitwerking en ja, wat zit daar precies achter het idee om dat op deze manier aan te pakken.
Eerlijk gezegd weet ik niet wat de impact is. Dat wordt wel bestudeerd door een Duitse universiteit die dit project begeleidt. Dus ja, als ik daar meer van weet, zal ik dat zeker vertellen. Maar de hoop is natuurlijk dat mensen dan wat minder vlees gaan eten. En dat uiteindelijk supermarkten die prijs ook echt in rekening gaan brengen. Maar nou ja, dat is misschien wishful thinking. Want dan gaan alle klanten misschien naar de andere supermarkt waar die troeprijs niet geldig is. En daarom is het juist zo belangrijk dat een overheid dit voor alle supermarkten gaat invoeren. Maar, Bij de universiteit, hè? Of een andere kennisinstelling. Dus dat je het wel aangeeft. En zeker voor de universiteit lijkt me dat best wel, of bij een kennisinstelling lijkt me dat wel interessant. Dat je gewoon als consument je realiseert van, oh ja, ik betaal maar heel weinig. Dat is een eerste stap die je kan zetten. Ja, dat is denk ik zeker ook iets waar wij op willen inzetten. Dus juist dat bewustwordingsstukje, dat dat een hele mooie kans is. Ja. Dus als ik dat zou willen doen bij onze universiteit, of willen bespreken of dat mogelijk is, dan is het wel verstandig om goed te bedenken wat die true pricing, welke methode ik dan ga gebruiken om die true pricing aan te geven. Ja, zeker. Goed om te zeggen dat we al een keer, we hebben ook meer informatie over hoe hoger onderwijsinstellingen dit kunnen doen. Dus ja, mocht je hier interessant hebben, ik weet niet bij welke instelling je werkzaam bent, maar... ben je in ieder geval welkom om onze... Ik heb ons e-mailadres ook even gedeeld in de chat, dat is info@studentenvanmorgen.nl. Ja. Dan kun je ons altijd even een berichtje sturen en kunnen we wat meer delen of even met je meedenken. En ik denk dat TAP-coalitie ook graag meedenkt. Ja, en dat is natuurlijk ook een deel van de pilot, hè, om te kijken welke communicatiestrategieën er nou het beste werken. Natuurlijk kunnen we niet alles proberen, maar het eerste onderzoek wordt er dan over gedaan. Ja, ja, maar we zitten niet in Noord-Holland, dus... Nee, maar de resultaten worden natuurlijk wel openbaar. Ja, oké. We staan ook open voor instellingen die niet in Noord-Holland zitten, om daar eventueel mee te denken. Okay. Zeker. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat het hele hoger onderwijs dit adopteert en echt als een voorbeeld voor de rest. Ik denk wel, kijkende naar de tijd, dat dit wel het officiële einde zal moeten zijn. En dat mensen die nog vragen hebben nog even kunnen blijven hangen, maar ik denk dat we de andere deelnemers gaan bedanken. Dus ik wil in ieder geval Sophie, Lulu en Jeroen bedanken dat jullie deze sessie hebben gedaan. En, als er nog vragen zijn vanuit het publiek, kunnen die nog worden gesteld. Maar voor de rest willen we het publiek bedanken dat jullie er waren. Hopelijk zien jullie nog terug bij een andere sessie tijdens de Groene Paper. En tot ziens. Zeker, bedankt. En ook leuk, alle input in de chat. Bedankt daarvoor. Tot ziens.